Het parlement heeft vandaag tijdens de openbare vergadering van de regering geëist dat alle ziekenhuizen in Suriname direct hun betalingen ontvangen. De ziekenhuizen hebben voor de zoveelste keer de noodbel geluid. Wegens een tekort aan financiën hebben de ziekenhuisdirecties het besluit genomen de dienstverlening zwaar terug te brengen. Alleen spoedgevallen worden nog behandeld, meldt de Nationale Ziekenhuisraad. Terwijl NDP-parlementariër André Misikaba stelt dat de ziekenhuizen paniek zaaien, vinden zijn collega-parlementariërs dat de regering de ziekenhuizen direct moet betalen. Wanneer de overheid alles betaalt, dan zie ik een Nationale Ziekenhuisraad waarvan 4 van de 6 instellingen die daar aanwezig zijn, van die overheid zijn. Elke keer met een mes op de keel op de regering afkomen. We moeten afstappen daarvan. Wanneer de minister zegt dat de regering 100 miljoen heeft overgemaakt. Minister, kunt u aangeven wanneer de situatie in de ziekenhuizen en wanneer de ziekenzorg in het land genormaliseerd zal worden en raken, voorzitter, via u, minister. Wat is er nog meer nodig om dat te doen? Als de minister hier zegt dat de situatie niet zo erg is, dan wil ik de minister sturen naar het veld. Laat de minister naar het binnenland gaan. En hij hoeft niet eens verder te gaan daar dan Guyaba om te zien hoe mensen niet verwezen worden omdat transportkosten niet gedekt kunnen worden. Minister, waar leeft u? Woont u in Suriname als u stelt dat de situatie niet zo erg is? Het geld voor de medische zorg moet op tafel komen, voorzitter. Akkoord, de verantwoording moet komen. Het plan voor de integrale aanpak kan alleen worden uitgevoerd, voorzitter, als de sector rustig is. Ik wil van de regering weten via u, voorzitter, wanneer worden extra 100 miljoen uitbetaald? Minister van Volksgezondheid Antoine Elias deelde het college mee dat er 100 miljoen SRD vrijgemaakt is voor de zorginstellingen. In totaal is de schuldpositie van de ziekenhuizen, alle 6 ziekenhuizen, met name Moengra Medisch Centrum, Psychiatrisch Centrum, Sint-Vincentius Ziekenhuis, Diakonesse, Slans en Academisch Ziekenhuis, 198.607.581 SRD en 50 centen. Dat is gegeven door de voorzitter van de Dat is de opgave van de voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad, de heer Hindori. Aan vorderingen hebben ze 220.856.153 SRD bij het SZF. En dan zeg ik u meteen, dat is ongeveer 80% van hun inkomsten. Dus als u 20% erbij optelt, dan zijn dat de totale vorderingen. Een ruwe berekening is dan 260 miljoen dat ze aan vorderingen hebben. Minister van Volksgezondheid Antoine Elias vandaag in het parlement. DNA-leden hebben geëist dat de regering alle ziekenhuizen in Suriname direct betaalt, zodat de zorg gegarandeerd blijft.